Bewoners die op het terrein achter de Anthony Nesty Sporthal, meer bekend als Bacanis, wonen, hoeven zich voorlopig niet druk te maken met ontruiming, zei waarnemend president Ronnie Brunswijk gisteren voor aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsman stelt dat de mensen nog wat tijd hebben om hun zaken in orde te maken. Het gaat om dat te ontsluiten zodat ze zelf kunnen bouwen. Ja. Maar ze mogen blijven tot december. En dan, dat is ruim dat ze nog in plaats van 3 dagen dat ze tot december krijgen om daar te blijven. Ja? Dus dat is, wil ik ook even melden. Maar waar gaan ze terechtkomen? Waar gaan ze dan blijven? Ze hebben allemaal een persie gehad dan. Dan moeten ze gaan bouwen. De vicepresident geeft aan dat met de tegemoetkoming van de staat de mensen hun eigen woning kunnen opzetten zonder enige dreiging van uitzetting. De mensen ontvingen op 3 juni een sommatie van de deurwaarder om binnen enkele dagen de plek te ontruimen. In 2015 werd er al gedreigd de mensen van de plek te halen. De mensen die op het terrein wonen waren oorspronkelijk uit het dorp Pokkigrong gevlucht tijdens de Binnenlandse Oorlog rond 1989.